Hallo mensen, vandaag is het en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe minigame. Mijn naam is Milan en ik ben samen met Don, met Frans en met Arjan die net buiten pil loopt. Maar hè, wat de fuck is hij aan het doen? Wat ben je aan het doen allemaal? We komen er wel even bij staan. Ja, hè, gezellig jongens. Jullie kijken naar een nieuwe minigame die wij gaan spelen. Het heet Levels PvP op de server. Link staat gewoon in de beschrijving. Maar in ieder geval, dit is best wel cool, coole minigame. Deze minigame heb je vier verschillende stages, of eigenlijk layers. Het heet vijf layers of zo heet het. Wat is het nou? Vijf layers volgens mij. Ja, volgens mij wel. En in ieder geval, je moet in verschillende stages moet je dus dingen doen. De eerste stage is dat je eten en hout moet halen. De tweede is volgens mij kool en iron. En de derde is gold en diamond. En de vierde is nog wat shit. En de vijfde is volgens mij het vechten. Want het zijn vier teams van vier mensen. Wij zitten in het rode team. Deze keer komt er gewoon bij ze van... Oh, dat is een Nederlander. Oh, hallo. Dat is een Nederlander. Die gaat zichzelf terugzien. Wat leuk. Hij heeft een Janava ding aan. Dus hij moet dood. Hij moet dood. Want Kingdom Malino is wat beter. Maar in ieder geval, wij gaan deze game even spelen. We hebben het net één keer geprobeerd. En dat ging goed. Toch eerlijk? Ja. Maar we dachten van, we gaan gewoon nu weer beginnen. Oh, we beginnen al meteen. We weten wat we moeten doen. Dus dat, daar zijn we in een voordeel. Ik ga hout hakken nu, jongens. Ik weet niet of maak ons eerst meteen een zwaard. En met dat zwaard vernietig dan die beesten en we eten. Oké. Okay. Je kan ook gewoon met je... Oh, god, dat varken viel bijna naar beneden toe. Ja, maar dat duurt hartstikke lang als je met je handen gaat doen, hè? Ja, je kan makkelijker is natuurlijk gewoon met je zwaard. Oké, dan eerst gewoon al het hout hakken. En op zoek gaan naar chesten, hè? Zit er hier verborgen chest of iets? Ik weet niet of hier chesten zitten. Volgens mij hier niet. Volgens mij pas in de volgende stage. Oké, ik ga... Hout dan even een enchantment of zo'n tafel maakt. Ja, doe ik. Moeten we nou ook zand hebben voor glas straks? Want ik hoorde jullie vorige keer over glas. Nee, we moeten gravel hebben. En dan uiteindelijk de flint daarvan voor arrows. Oh. We krijgen hartstikke veel arrows in de kist, hè? Oh, serieus? Ja, ik wist niet hoeveel je er kreeg. 20. Bam! Ik heb meteen genoeg sticks. Dat is chill. Ik gooi even die kompassen en die stats gooi ik weg, want dat vind ik stom. Zo. Ik maak even die beest dood. Er zit een kist achter, hè? Oké. Zo. Wop. Ik heb even een axe voor mijzelf gemaakt. Dan gaat het wat sneller. 40 pijlen hier. Een flint. Ik zie dat het blauwe team en het groene team al drie mensen hebben, dus dat is iets makkelijker. Om dan zometeen te pie-pie-pieën in. Die zijn alvast naar beneden gesprongen. Oeh, ik viel bijna in dat gat. YOLO! Je paddenstoeltjes moeten ook mee, toch? Of niet? Nee, of niet. Kan wel. Maar het neemt ruimte. Over 20 seconden, dan krijgen we 1 minuut om te jumpen. Dus ik zou wachten dat we dan hier misschien tot 20 seconden blijven ofzo. Yep. Gewoon zoveel mogelijk tijd nemen, shit. Even zo hier is ook nog hout hakken. Hier is nog hout, ik wil het hout hebben. Hout. Hout hierboven. Waar? Hier. Waar was die crafting table ook weer? Die heb ik opgepakt alweer. Alsjeblieft, gewoon laten staan. Is open. En straks meenemen. Oh. Je hebt 1 minuut om te bewegen of je gaat dood. Kan wow, dit is veel hout. Laag 2 is al open, ja. Ja, hier is niks meer. Ik ga naar de volgende. Oké, okay, ja, ik ga ook naar de volgende. Hebben we de crafting table mee? Ja. Chill. Oké, okay, level er geen pijlen boven meer in die kisten, jongens. Ik heb een enderpearl, ik heb blaze powder, 52 torches en 40 arrows. Kan iemand die crafting table neerzetten? Heb je 52 torches? Ja. Holy shit. Oh wacht, ik heb ook 64. Hier beneden is ook een chest, oké, die is leeg. Hier, torches, alsjeblieft. En nog meer torches. Mag ik ook? Ja, oh, thanks. Oh, wow, holy shit, wat veel. Hebben we ook een kist nodig? Of is dat overbodig? We moeten string hebben, want we hebben geen pijlen boven. Oké, okay, Nee, ja. Ik ga gelijk graven. Wat moesten we hebben deze ronde? Iron, toch? Er staat dus al meteen in beeld, volgens mij. Iron en coal. Ja. We worden dus gewoon meteen diehard eventjes een aantal pickaxes maken. Ja, ik ben nu al bezig met graven. Dus als iemand anders die pickaxe taken op zich kan nemen, zou super chill zijn. Ja, ik ben ook in het graven, dus... Alleen, we moeten eerst even cobblestone hebben om... Ja, ik heb kobbel. Als je... Ik heb... Nee, ik maak de pickaxes wel. Oh, je hebt nu genoeg. Ik heb nu 12. Oké. Oh ja, als je iron met een hout ding doet, dan krijg je niks, hè? Oké, kan iedereen weer even... Tenminste, nee, ik loop wel naar je toe.
Maar bij mij kun je het in het gat gooien. Rian, hier. Ja? In het water onder je. Yo. Ga ik meteen even hakken. Hakken. Oké, ik heb het in je gat gegooid, Milan. Spicy. Ik wil je dat dus even laten. Thanks, bro. Oh. Iron. Iron. Oké. Ja, ik heb toch helemaal niks van iron. Nee, ik heb coal. Heel wat coal. Ik coal ook wel, maar dat is... Oh, dat snuiten, dat is zo'n kutgeluid, hè? Dat... Vind je dat ook niet een kutgeluid? Maar die jongen is gewoon verkouden. Ja, dat snap ik, maar als je dat hoort, zeg maar... Spijt me. Maakt mij niet uit, hoor. Spijt me. Ik zal het nooit meer doen. Sorry, kijken. Pa. En dan... Pa. Ik heb nog maar één iron gevonden. Jezus, man. Ja, ik heb 8 kool en 1 iron. 2. Maar wat, want jullie hebben het al één keer helemaal afgespeeld. Wat is nou hierna het beste om te doen? Meteen die iron smelten en dan die pickaxes maken? Nou, op zich, die iron kunnen we nu gewoon houden zoals het is. En aan het einde dat we dan alles smelten. Ik zou we in plaats nog van... wel die pickaxes hebben. Hè, dus. Ik denk in plaats van... Ja, dat is wel zo. Ja, 4 pickaxes. Ik denk dat het beter is om 2 pickaxes te doen. Want anders verspil je te veel iron. En dan kan je ook nog wat armor maken. En dan kan je ook nog weer wat iron gebruiken om zwaarder te maken en zo. En dat soort dingen. Ja, trouwens, daar kan je ook de diamant voor gebruiken. Maar... Ja, het is beter als je diamant zwaarder hebt. Maar gewoon iron gear of zo, zoals muts en schoenen en zo. Die zijn nog relatief kosteffectief. Een muts? Je hebt gewoon een muts hier. Ja, een muts. Mut. Je hebt gewoon een muts in Minecraft. Ja. Een Minecraft muts. Een muts mod. De mutsmod. Ontworpen door ieders moeder. De mutsmod. Nee, ontworpen door Valve, want die heeft heel veel hats. Mm. Ja, maar dat is weer wat anders. Een hat is gewoon een pet. Nee, dat is een muts. Nee, dat is een pet. Jongens, spreek me nou niet tegen. Het was zo grappig zoals het was. Oh. Ik weet niet waarom ik nou deze kant op ging, maar die andere niet. Oh shit, ik kom weer terug waar ik was. Kom maar, zoveel mogelijk. Ik heb maar 3 iron, what the fuck? Ik heb al 7. Hoe kom jij aan zoveel? Nee, ik heb er ook maar 3. Ik ben gewoon een stripmine. Ja, dat ben ik ook aan het doen, half. 8. Maar het gaat gewoon niet. 8, what the fuck? Dude. Ik kan me zo meteen een lekker warm jasje aantrekken straks. Hou je bek, Frans, dat kan je niet. Ja, echt wel. There is no iron team. Ja, wel als je het zo schrijft. Team. Oh shit, mijn pickaxe is kapot. Ik kan er geen kut meer. Ik word er 2 achter elkaar klappen. Ja. Het is echt... elke keer wat Milan zegt, gebeurt exact bij mij ook. Het is echt een beetje eng. Oh, ik heb net in mijn broek geplast. Godverdomme! Oh, nee. Sorry dan. Ja, wie moet het dan weer opruimen? Kijk nou wat voor smerige teringband dit is. 11 iron. Nee. Oh nee, het druipt van mijn stoel. Oh nee. Jongens, we moeten over zo meteen gaan jumpen. Het gaat over mijn pantoffels heen. You have 1 minute to move or die. Oké, ik maak alvast 2 ovens. Hebben we nou... Ja, ik heb 11 kool, dus dat is op zich nog wel genoeg. Ja, ik heb 15. Ik ga er voor het uiterste. Volgens mij heb ik mijn... Oh nee, wacht, ik moet mijn trap nog even fixen. Hier, moet je torches? Nee. Waarom gooi je dat hier allemaal in deze ding? Oké, boys, ik kom snel naar boven, want we hebben nog 30 seconden. We moeten opgeschieten. Oh shit. 30 seconden, oh ja, nee, ik heb alle tijd. Ik kijk gewoon naar wat jullie doen en dan vind ik alles prima. Hé, hier is dan de kist. Heeft iemand die opengemaakt? Ja, oké. Dan is het goed. 30 seconden, jongens, schiet op. Ja. Ik kan het andere team niet zien. Ik neem alvast de crafting table mee. Holy shit, holy shit, holy shit. Oh ja, ja. Deze kom eraan. Oké, 10 seconden, go. Shit, hè? Ja, 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 ja. Ik ook. Iedereen jumpt op het laatste moment, jongen. Oké, crafting table staat weer. Oké, waar? Gewoon in het midden. Ik heb weer 52 toortjes en weer 40. Diamonds en gold, 7 minuten. Oké, ik gooi gelijk even mijn kobbelen. Ik had er 13. 7 iron en 13 coal. Zit hier ook al shit in? Oké. Bam. Ik ga gelijk de grond in, jongens. Ik maak er nog een over erbij. Dan gaat het even net iets sneller. Ga ze godverdomme aan de kant. En we moeten snel pickaxes maken, man. Iron. Yep, okay. En op. Ik zou gewoon alles uitgraven. Dan iemand met een iron pickaxe. Die moet dan even langskomen voor
Ja, we staan hier nu met z'n drieën bij de oven, dus ik weet niet of dat handig is. Geen ik maak die pickaxe wel. Je moet gewoon naar de zijkant gaan. De zijkant graven en dan daar strippen. Hoezo dus ga je... Op elk niveau zit shit. Als je gaat strippen bij de zijkant, dan kan het andere team je kont zien, hè? Dat snap je. Ja, dat is toch de bedoeling. Dan is afgeleid. Oké, hier, Frans, ik heb je een pickaxe. Heb je die al? Ik heb een pickaxe. Ik heb nog nodig, Waar de fuck ben je? Hieronder. Oh, daar, ja, hier. Drop hem, alsjeblieft. Yo. Hebben we ook wat aan lapis lazuli? Nee. Ik denk dat we wel wat aan redstone hebben voor enchantments en shit. Of potions. Oh, ik heb nog pickaxe, Don. Waar ben jij? Oké, ik kom eraan. Ik zie helaas twee diamonds. Oh my god, twee diamonds naast elkaar. Achter je. Oh, ik heb al goud. Van dat goud kunnen we ook armor maken, dat is ook nice. Ja. Bling, motherfucker. Oké, ik kan nu ook gaan hakken. Oh. Hak in mijn trainings. Pak. Hoeveel eten hebben we? Want ik heb 0 eten op dit moment. Oh, ik heb al het eten bij me, maar dat moet nog... Ik heb 2 rauwe kip, 2 raw pork chop. Oh, dat kun je gewoon in de oven flikkeren nu. Want de iron is klaar. Ja, ik kom er zo aan, hè. Oh ja, lapis lazuli. Moet ik nou dat meld meenemen of niet? Alles wat? Lapis lazuli. Ik weet niet, volgens mij is dat nu nog niet nodig. Gewoon als je alles op het laatste daar, dan hebben we toch niks anders te doen. Als we nu gewoon gaan graven en dan zoveel mogelijk shit verzamelen. Ja, die laatste stage is echt gewoon prepare. Ik heb diamond. Ik heb ook al 6. Damn it. 6. 6 diamond. Ik heb ook die, ja. Oh kut, ik moet heel even logisch gaan graven. Zo, ga hier wel heen. Ik neem redstone ook mee, ik weet niet waarom, maar het staat er leuk bij. Ja, volgens mij is het handig voor potions. Iemand anders heeft die shit om een enchantment table te maken? Of staat die al klaar? Ja, beneden. Die staat al klaar. Oh, dat is relaxed. Oh, hier is veel shit. Holy fuck. 6 diamond. Oh yes, weer diamond. Nice. Epicness. En golds. Yes. Alleen we moeten echt opletten hoe we straks weer naar boven gaan komen. Oh my god, ik viel in een gat. En ik heb een kist gevonden. Oh my god, en de pearl en de bone en een blaze en een torch en een arrow en een flint. Dat is 20 fine, blaze it. Fucking chill, ik viel gewoon in een gat. Ik dacht eerst lava, ik denk nee. En toen dacht ik, oh yes, een kist. En toen dacht ik, ja. Wow, het is ineens donker hier. Huh? Hallo. Hallo. Yeah, man. Oké. We moeten wel op tijd naar boven, bij 1 minuut, want anders dan komen we echt nooit meer boven. Anders zitten we helemaal gevonden. Alle tijd. Man zit zich echt druk te maken, het is echt nog 3,5 minuut. Ja. Ik kan nog 3,5 minuut graven. Ik heb zo meteen een nieuwe pickaxe nodig. Och, je bent zelf een pickaxe. Oké, ja, die geef ik jou wel dan. Ik heb ook een nieuwe nodig. Oh shit, oké, dan ga ik wel even naar boven. Dan ga ik even snel wat nieuw maken. Waarom gebruiken jullie dan niet gewoon voor het stone en stone pickaxe en dan voor die speciale... Dat duurt langer, Don. Ja, dat moet je niet doen, Don. Management. Maar anders kost het veel te veel iron waar je uiteindelijk gear van kan maken. Ach, klets. Oké, pickaxes, hè? Don, je begrijpt er helemaal niks van. Hou je bek vooral. Hou je bek. Oké, ik heb 3 pickaxes. Wie? Ja, komt u maar. Ik zie daar Frans. Ik gooi hem naar beneden. Yes. Waar is Arjan? Daar? Ja. Oh, waar jij liep. Straks. Ja. Oké. Nee, ja. Duidelijk. Ergens. Dagend. Daarboven. Ik ga wel naar je toe. Pas op, want ik heb hier wel lava in de buurt. Oké, zie je mijn naam? Nee. Ik zal even kijken. Rechts van je, volgens mij. Ik hoor een pickaxe sneuvelen. Dat was ik. Dat was ik niet. Alsjeblieft, Don. Hm? Ga meer dan achter je. Minuten. Achter mij. Oh daar. Oké, kijk eens aan. Ja, alsjeblieft. Yo. Hij is wel half kapot, maar hey. Hebben jullie nog goud of shit wat in de oven moet? Kan ik dat snel in de oven doen? Ja, maar doen we onderin wel. Oké, hier is nog goud. Hier is nog goud. Arjan, waar ben je? Kom terug naar die ene plek. Hier is goud, boven. Daar. Oh yeah. Oké, want dan ga ik even kijken hoe het is gesteld met de ovens, of die nog wel branden. Laat ons maar het werk doen, joh. Ja, nee, dat was ook de achterliggende gedachte erachter, maar dat moet je natuurlijk niet vertellen. Ik heb het zojuist verteld, beter knip je het eruit. Dit heet een managementfunctie, Dom.
ja, niks doen en mensen sturen. Oké, deze goud is ook klaar. Hoe stuur je mij? Met zo'n Logitech stuurtje of zo? wat hebben we dan aan een bone en flint? Bone en flint? Flinten kan je gebruiken voor iron en flint. Kunnen flint en steel maken dan flint toch? Flint en steel, ja. Dat bedoel ik. Waarom wil je dat maken als je PvP moet met arrows? Nee, je mag ook met zwaard hoor. En vlammen zijn echt kapot goed. Gewoon. Ja, je valt gewoon op één groot eiland zo. Oh, oké. Nou, dan ga ik. Jongens, we hebben nog 50 maken. Seconden. One huh? Minute to move or oh, die. Fuck. Zo. Oh, dan kan ik hier nog vlug wel even graven zo. Moet ik het demonstreren, de vlam, buiten? Wil ik best doen. Bij iemand kom bij de ingang. Hoe komen we naar boven? Ja, ik ben boven. Ja. Oh, jullie gaan bij 1 minuut. Nu gaan jullie met z'n allen naar boven en dan gaan jullie als een motherfucker... Yo, we moeten dit allemaal meenemen. Ja, neem alle furnaces mee. Alle kool ook. Wat die manier. Okay, nu kom ik ook. Jongens, opschieten. Hebben we nog dingen achtergelaten in chest of zo? Nee, hè? Nee, volgens mij niet. Oké, okay. I'm gonna go. Go! We gaan wel. Oké. Ik heb 10 diamond en 16 gold. Ik heb 6 diamond. Oh, je kan dit allemaal doen. Mijn gold is nu aan het branden in ieder geval. Ja, mijn gold ook. Mijn ook. Moeten we nou ook nog pickaxes maken en zo? Nee. Je moet zwaarden maken, man. Wat doe jij? Wil je flint hebben? Ik maak hier 2 iron swords. Prepare for battle. Een diamond sword. We willen een diamond sword. Ja. Diamond sword. Oh, yes. Ik maak er ook alvast eentje. Yes, ik heb er ook een. En dan maak ik ook een diamond bakje. Ik ga hem ook gelijk even enchanten. Zullen we één iemand helemaal opvullen met dia? Don, die moet sterk worden. Kan ik een iron chestplate maken? Ik kan diamond boots maken. Zal ik diamond boots maken? Ik ben die enchantment kant aan het killen, zodat we... Hé jongens, zal ik diamond boots maken? Ik maak hem. Ga je gang. Ta-ta-ta! Als je al een soort hebt. Ja, Don. Moet iemand goud? Hier, goud alsjeblieft. Ik hoef die shit niet. Where you at, Don? Ik ben bij die enchantment shit. Oh, ik heb 40 arrows, maar daar heb ik niks aan. Ik heb ook iets meer dan... 80. Nee, maar ik heb precies 80. Ik heb geen bow. Hier, Don, gaan we jou opvullen met allemaal shit? Ja, ik vind het goed, weet je. Maar... Oké, dan kan je hier nog met dit goud ook dingen maken. Anders word ik wel pijl en boog, meneer. Niet game, meneer, maar pijl en boog, meneer. Ik word cannon fodder. Heeft iemand een pijl en boog? Moet nee. Ik die even maken. Hebben we string? Pijl en boog. Hebben we string? Fuck. Je bent nog 1 pijl en boog. Je bent zelf de pijl. Ik heb nog 3 diamond. Daar kan ik nog een soort van maken als iemand heeft wil. Heeft iemand een boog? Milan had toch nee, een boog? Nee, ik heb geen boog. Ik heb geen boog, nee. Fuck. Hebben we nog iron? Waarom lekt dit zo, godverdomme. Zo, ik maak een diamond sword voor iemand, oké? Ben je eens? Ja, ik heb er al een, dus ik heb hem niet nodig. Wie heeft hem nodig? Niet allemaal tegelijk. Diamond sword! Nee, heb ik al. Oh mijn god, oké. Als iedereen dat al heeft... Wie heeft, wat voor armor heeft Castellan-dingen zo? Ik heb nog 3 diamonds, misschien dat we daar een match van kunnen maken. Ja, ik heb ook nog 3. Dan kunnen we even een chestplate voor je maken. Okay, ik heb ook nog armor. Ik leg het neer. Yeah. Ik heb er nog 6. Oké, Frans, jij maakt het. Je hebt fucking veel nu. Ik heb er 12 nu. Dan kan misschien dat iemand anders het dan ik kan enchanten. Want ik heb mijn enchantment al gebruikt. Voor een muts. Arjan, heb jij er nog één? Nee. Ik heb wel 2 enderpearls. Is een legs en een helm beter dan een chest? You're done. 2 enderpearls. Oh, en je blaze powder. Ik neem 1 enderpearl zodat ik niet van de overkant kan. Ja, ik heb niks aan die arrows als ik geen bow heb, hè? Kas, nee, niemand heeft een bow. Ja, John. Nee, maar daarom geef ik ze aan jou, Don, hier. Oh, thanks, man. Ik vond het zinloos. Kunnen we niet een boog maken of zo, op een of andere manier? Wow, gold chestplate, damn, OP. Kan iemand deze pants enchanten of zo? Ik heb level 4. Ja, ga die... Nee, die andere hoek in. Die andere. Want deze werkt niet. Omdat je te laag level bent. Gewoon letterlijk... Ja, daar. Oh, hier. Waarom mag ik mijn zwaard niet enchanten? Heeft iemand ladder? Nee. Ik heb nog wel 8 gold voor iemand. Geef die ladder aan mij, yo. Hey, ik help je wel, een chestplate, hè? Wie wil er nog een gold chestplate? Ja. Oh ja, geef maar. Oh nee, ik heb al iron, sorry. Hier, wacht, Don. Anders kun je pants gebruiken. Don, ik heb pants. 3 pork chops. Thanks. Hier ligt 3 steaks voor Cassie. Ayan. Ja? Ik kom eraan. Ik ben even snel 3 boeken enchanten.
Wacht, Milan, waar ben je? Dan gooi ik even een broek naar je. Broek. Oh, dat is aardig. Kan ik in ieder geval wat aan. Ik heb nog 1 gold over voor... Dat heb ik nu? Meester? Jongens, kan gold. Iemand... Heeft iemand zin om te enchanten? Heeft iemand levels om te enchanten? Want ik heb een enchanted boek met power 1 en een enchanted boek met protect all protection 1. Nee, ik heb geen zin om te enchanten, man. Wie heeft er nog een golden helmet nodig? Ik heb 2 boeken neergegooid. Ik heb nog 2 goud trouwens. Ja, doe gewoon in de kist. Ik heb er niks aan. Ik kan er niks mee. 1 minuutje. Dus. Fucking hell. Ja, Milan, heb je een golden helmet? Oké, level 5 is open. Oh, dus we kunnen nu vechten al? Ja. Ja, maar we moeten gewoon wachten. Gewoon wachten. Ik heb sharpness 1 op mijn zwaard enchanted. Ik heb ook sharpness 1 op. Hé, hey, hier is nog flint of dinges. Hier kan iemand flint of steel nog een ding maken. Heeft iemand nog 2 goud? Ik heb 1 goud. Check de ovens. Zijn de ovens leeg? Ja, niet dat het nog uitmaakt. Maar nu kunnen we dus vechten. Ja. In 30 seconden. Zouden we nu kunnen gaan vechten. We moeten echt opschieten, boys. Oké, het is ons team tegen een volledig team en een half team. Magenta, ja. Ik ben gewoon naar beneden aan het jumpen. Oh crap, holy shit, dit is het gevecht. Oh my god. Oké, is iedereen er klaar voor? Hebben we hier niet ergens chest liggen of zo nog? Nee, zit er fucking... Laten we op dat ding klimmen gewoon niet boven, of kan dat niet? Ja. Nee, ik weet niet of dat zo handig is aangezien we melee zijn. Ja. Boeien. Ah, ik zie er iemand. Van Magenta. Ja, van Magenta. Laat erheen, laat erheen. Go. Mag wel bij elkaar blijven. Zorg dat je bij elkaar blijft. Met waar lopen jullie? Hij is dood. Wow. Oh, nice. Hij heeft ook diamond. Ik heb een nog boog een, nog een. Midden, nog een. Oh, ik zie hem, Hij komt eraan. Ik hit. Oh, ik heb hem. Groen heb je hier. Zorg dat je bij elkaar blijft. Ik heb groen. Diamond, yes. Oh, kut. Yes. Yo, deze kerel had echt veel stuff. Oké, er zijn nog 2 van Magenta over. Ja, er zit 1. Yo! Nice. Lekker. Oh, shit. Oh my god, red is fucking stacked. Oh yeah. Okay, nu is het gewoon echt een fucking manhunt op die laatste. Ja, waar de fuck is die dude? En heel veel snowmen in ieder geval. Ik pak even op als hij armor heeft hoor. I don't know. Waar is die dude dan? Ik zal Ik weet niet. Where are you? Are you all? Yo, ik heb nu ook gewoon armor, omdat die andere kerel dat had. Fucking naam. Waar loopt hier een sneeuwpop? Ik weet gewoon. We lopen overal rond. Lol. Where are you at? Geen boos of zo. Boys, blijf bij elkaar, hè? Nee. Blijf bij elkaar, hoeft echt niet. We zijn zo stacked, jongens. Zijn dikke swag, OP, alles. Ja, echt, hè. We zijn wel fucking overbouwd. Ik heb nu ook een enchanted zwaard die veel beter is. Sharpness heeft 1. Er iemand anders nog een boog? Want ik heb echt kei veel pijlen nog over. Nope. Ik heb geen boog. Ik heb wel heel veel pijlen inmiddels, maar... Nee, ik heb ook geen boog. Zit hier niks in? Oh, hier zit nog een clippers in. Dat is ook leuk. Ja, wij zijn echt een dreamteam. Ja, echt. Oh, wacht. Hier in het midden zit een kist ook gewoon. Oh. Ja, klopt. Ze hadden er 4. Oké, ik ga een kant op eigenlijk. Gewoon die dude zoeken. Nou, ik wil deze diamond shit hebben die hier ligt trouwens. Zal die boven ergens zijn of zo? Ja, kijk maar ergens ook op de gebouwen en zo. En zo doet hij mee. Zo, diamond legging. Ik ga wel gewoon ergens boven omhoog. Hey, pas op, als je ergens omhoog klimt, dat die dude niet bovenaan staat met de sneeuwbal en dat hij je er vanaf pleurt. Ja. En ik klim gewoon hier boven. Zorg dat je geen honger leidt. Yo, ik volg je man, zodat wij met z'n 2 Milan. Oh, je kan geen blokjes plaatsen, oké. Okay. Oh, cool. Hey, hallo. Ja, anders in tweetallen blijven. Misschien nee, kan inderdaad ik ben geen... al echt gewoon naar boven aan het yoloen. King Kong, je weet. Oh, ik nu sta ik ergens binnen. Ik ga al via hier. Shit. Arjan. Ja. Kom je nog? Ja, geen flauw idee waar ik ben. Ik kom. Ik ben aan de overkant. Overkant? Zie je. Ja, ik zie je huppelen. Kijk door dat. Kijk door die veins heen. Ik zie je wel boven een kompas liggen, maar ik zie geen... Ah! Oh my god, hij valt naar beneden die Arjan! Ik zie jou niet! Fucking Minecraft noob. Kom hierheen! Wherever you are. Ga ik nu de goede op of niet? Ja, kijk eens voor je gewoon nu, voor je. Nee, oh my god. Oh Arjan, laat maar. Fuck voor me. Laat maar. Ga maar gewoon helemaal naar boven. We komen elkaar boven wel tegen. Op welke toren staan jullie? Ja, die ene. Of staan jullie gewoon naast mij? Want dan kan je natuurlijk wel niet zien.
Is die dude nog misschien boven dan of zo? Nee, dat kan niet, dan ga je dood. Ja, dan ga je dood. Ik dacht, oh, ik zie iemand lopen. Nee, het is een sneeuwpop. Hij zit waarschijnlijk echt ergens te campen, man. Tot spelen. Ja, maar dit is fucking gay, man. Nu moeten we echt fucking op zoek naar één sissy boy. Op deze map ook gewoon. Maar, oeh, daar beneden loopt iemand. Wie loopt daar? Nou, ik waarschijnlijk. Ik ben boven. Ja. Ja, ik ben ook ergens boven. Ik zie verder helemaal niemand. Oh, wacht, daar zie ik een speler. Oh, dat is een rode. Dat is Tom. Ja, ik klim nu omhoog. Hallo. Ik zie die dude gewoon niet. Ik ga gewoon ergens helemaal omhoog. Waarschijnlijk staat hij ergens crouched helemaal bovenop. Oh, wacht eens even. Ja, Frans. Ik ja? zie hem iets bewegen in de hoek, of ben je... Ik denk dat hij hier zou kunnen zitten in de hoek. In de hoek? Ja, ik zie hier een... Ja, hieronder. Hij zit hieronder. Onder mij. Zien jullie waar ik zit? Nee, zit nee. Op het gebouw, maar niet in het gebouw in de hoek. Maar ik sta er op de boven, helemaal aan de, het gebouw ernaast. Volgens mij sta ik naast je nu, of niet? Ja, en hij zit hieronder, zit hij. Hieronder? In dit gebouw? Daar beneden, ja. In de hoek zit hij. Zie in je, dit gebouw? Naam? Zie die naam niet? Zo tussen, hij zit eronder, zit hij. Weet je wel, ik heb een idee. Hak hem gewoon dood, weet je. Ja. Ja, ik zie hem niet. Ik zie nou wel alleen Don. Don, ik kom naar je toe. Ja, ik probeer hun ook te vinden. Geen idee waar ze zijn. Heb je hem? Oh, ja, nice. Het heeft zat fucking inderdaad. Geduurd, hoor. Inderdaad. Ugh, zegt hij. Ellendig lang. Maar zat hij ook helemaal beneden, of niet? Fuck. Nee. Ja, wat gaat hij zo lang wachten, weet je? Hij zat inderdaad te campen, man. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je dit een vette video? Like dan even. Wil je dat we dit vaker gaan doen? Of heb je zelf een minigame waarvan je denkt... Hey man, dit moet je eens gaan doen met het team DHD. Let me know in de reacties. En ik spreek jullie volgende keer. Jongens, bedankt voor het meedoen. Later. Doei! Doei.